Ik ben Kokkie Hoogeveen en ik ga je helpen bij het oefenen van je voeten. Elke week krijg je een nieuwe oefening van me, zodat je op 23 juni ook echt je schoenen uit kan doen. Vandaag gaan we oefening doen, lopen op de plaats. En dat is natuurlijk allemaal als voorbereiding op het lopen op blote voeten. Je hebt nu al een aantal weken die oefeningen gedaan, dus het wordt tijd om te gaan oefenen op de plaats. Als je gaat beginnen, dan is het altijd zo dat je je rechterbeen en je linkerarm, dus dat is wel even als start te proberen. Probeer het eventjes en dan ga je. Ja, dat is hem. Nou, dat is de oefening eigenlijk die je gaat doen. Dus Yvonne, begin maar. Ja, heel rustig. En je kan het ook heel langzaam doen, hè? Wil je het eens wat langzamer doen, Yvonne? Kijk, en dan is het wat lastiger. En als je dan denkt van nou, dan voel ik me niet helemaal zeker, neem dan de muur erbij. En dan kan je ook tussendoor eens variëren in snelheid. Kijk, nu gaat Yvonne gewoon weer wat sneller. En wat langzamer. Het moet een automatisme worden. Je moet ook weer vertrouwd raken. En daar heb je absoluut de romp bij nodig. En je armzwaai. En natuurlijk weer veel succes. Probeer het ook als je bijvoorbeeld naar de supermarkt loopt of je gaat je hond uitlaten. Probeer dan ook een beetje die armzwaai erin te houden. En je weet het, hè? Alles met liefde.